Goedemiddag allemaal. Welkom op deze zaterdagmiddag. Weer eventjes een live middag. Gewoon even weer gezellig samen met jullie aan de knutsel. Ik ga ondertussen eventjes weer alles hier klaarzetten. Even weer het bericht delen, zodat iedereen weer weet dat ik live ben. En dan gaan we zo gezellig van start. Nou, ik heb alles weer klaarstaan. Ik zie mijzelf weer. Ik kan de reacties als het goed is weer meekijken. Dus ik zie al de eerste dames binnenstromen. Gezellig. Leuk dat jullie erbij zijn. Nou, ik was dus weer lekker aan het knutselen geweest. Een beetje spulletjes klaarleggen. En toen dacht ik van, nou weet je, van de week vond ik het eigenlijk zo gezellig om samen met jullie die kaart op te bouwen. Ik denk, ik doe het gewoon nog een keer weer. Misschien is het wel een beetje herhaling van wat ik afgelopen week ook heb gedaan. Maar meestal is het ook zo van hoe vaker je dingen herhaalt, hoe sneller je dingen ook onder de knie krijgt. En ik hoorde dat heel veel mensen gewoon graag willen weten hoe ik mijn echte Janine kaarten nou opbouw. Nou, ik ga dat gewoon even elke keer stap voor stap laten zien. En wie het leuk vindt, die kan dus ook van die mooie volle kaarten maken. Hou je er niet van, doe je het gewoon in je eigen stijl. Ik zal even laten zien waar ik mee aan de slag ben gegaan. Ja, uiteraard, ik heb natuurlijk al een beetje erin geknipt. Dus ik kan niet meer de hele vellen laten zien. Maar ik ben dus bezig gegaan met het papier van AB Studio. En dit is het paperpad Take Me There. Bij dit paperpad zit, dit is dus de cover. Ik heb daar dus al een klein stukje afgeknipt. Want op die cover zitten namelijk die hele leuke vintage plaatjes. En dat vintage plaatje heb ik dus op mijn kaart al verwerkt. Dus vandaar dat ik er een stukje afgeknipt heb. Nou, daar zitten nog hele leuke vellen bij, zoals wat teksten. Die heb ik hier ook bij gebruikt. Er zitten hele mooie klokken bij. Ja, eigenlijk allemaal leuke vellen. Zoals even één met hele mooie deuren. Eén met labels erbij. En nog eentje met wat tikketjes wat je uit kan knippen. En een leuke achterkant. Nou, dat is het papier wat ik ga gebruiken. Of wat ik heb gebruikt. Ik heb het al zo ongeveer klaar liggen. Maar het kan best zijn dat ik straks, als ik de opbouw doe, dat het gewoon compleet anders weer gaat worden. Nou, voor de basis heb ik een hele mooie mal van Dutch Doobadoo gebruikt. Ik heb de artikelen al wel gelinkt in de webwinkel. Dus wil je ook deze artikelen bestellen? Je kan alles vinden bij de dag van vandaag. Dit is dus een hele leuke wolk, bloem. Het is maar hoe je hem wilt noemen. Nou, hier kan je ook verschillende modelletjes natuurlijk weer mee maken. Je kan hem ook op deze manier gaan doen. Je kan er een mooi boekje van gaan maken. Ik denk dat zelfs als je hem zo een aantal keer dubbelvouwt, dat je er een hele mooie ster van kan maken. Hé, dat is leuk. Oh, dat wordt het volgende project, denk ik. Ik denk dat als je deze 4 of 5 keer uit gaat knippen en netjes tegen elkaar aanplakt, dat je een heel mooi sterboekje ermee kunt maken. Nou, volgende idee is dus ook gelijk alweer geboren. Je kan hiermee ook een hele leuke easelkaart gaan maken. Dan ga je hem natuurlijk 2 keer uitsnijden. Dus 1 keer met de rillijn hier in het midden en 1 keer erbovenop. Weet je niet hoe een easelkaart werkt? Kijk even op Google, daar staan we allerlei uitlegdingen. Nou, ik krijg heel vaak de vraag van, maar nou heb je gewoon een enkele kaart, wat doe je daar nou mee? Hij kan niet blijven staan. Nou, je kan er natuurlijk een standaardje achter maken. Er zijn allerlei merken die wel standaardjes hebben. Ook Dutch Doobadoo heeft een die je uit kan knippen. Ik zal het even voorzichtig doen. Maar wat heb ik nou gedaan? Ik heb hem dus 2 keer uitgeknipt. 2 keer uit het Florence Off-White. Dat is de nieuwe kleur. Ik vind dat wel een hele toffe kleur. Dat is net iets minder wit dan gewoon de hele mal wit. Bij sommige vintage kaarten vond ik dat witte gewoon net wat te wit. Wat heb ik gedaan? Ik heb hem dus 2 keer uitgeknipt.
En de bovenkant heb ik gerild hier op deze lijn. Dit heb ik vastgeplakt. En zo kan je kaart dus toch nog blijven staan. Dus dat is een hele handige tip voor al die soorten Dutch doobadoo mallen. Gewoon even twee keer uitknippen, bovenkant vastzetten en je hebt gewoon een staande kaart. En je kan dan hier je verjaardagswens opschrijven of waar je hem natuurlijk ook voor gaat gebruiken of hier aan de binnenkant. Nou, dat was weer even een extra tipje. En dan gaan we nu gezellig aan het plakken. Nou, zoals jullie zien heb ik weer echt een bomvolle creatie ervan. Hoe ik dit nu zometeen op ga plakken, dat zie ik wel. Het was een beetje mijn intentie om er gewoon echt een complete Janine kaart van te maken. Ik wil weer een beetje terug naar de basis. Ik deed altijd tijdens de filmpjes van, nou, wat is makkelijk voor een filmpje te maken. Maar ik merkte dat ik een beetje mijn eigen stijl aan het kwijtraken was. En ik wil gewoon weer terug naar wat ik leuk vind. Dus dat ga ik tijdens de lives ook weer doen. Kan zijn dat de live gewoon in twee keer opgesplitst wordt. Dat ik hem, TZT weer iets langere lives. Ik wil gewoon weer echt mijn eigen stijl terug. Ik ga hem gewoon even stap voor stap. Ik leg dit neer en ik ga het stap voor stap weer opbouwen. Nou, dit is de achterkant. Die heb ik dus gewoon netjes uitgeknipt. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Dat kan iedereen. Dus ik ga het eventjes weer lekker opplakken. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het weer bij jullie is. Hier is het nog steeds lekker zonnig en warm. Maar gelukkig wel iets minder warm en een lekker windje erbij. Maar ik hoorde dat er al wel overal wel echt slecht weer is geweest. Dat mag van mij dan wel weer achterwege blijven. Ik ben niet een hele fan van onweer. Nou ja, de best of Janine. Ja, ik wil gewoon echt weer mijn eigen stijl terug. Waar ik gewoon blij van word. En ja, dat gaat vanzelf wel weer komen. Nou, ik ga dit losmaken. En zul je zien dat ik straks niet meer weet hoe ik het heb gedaan. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik heb nog een strook. Want ik vond dit eigenlijk net ietsjes te druk worden allemaal. Ik heb er een strook overheen gedaan die aan beide kanten ietsjes uitsteekt. En dat heb ik gewoon weer afgescheurd. En ook weer met mijn peperdistressen erlangs en wat Dutch doobadoo. Of Dutch doobadoo gesso eroverheen. Ja, dat windje dat doet wel heel erg veel. Hè. Afgelopen dagen was wel echt net iets te. Op zich, warmte is wel lekker. Maar ik vind dat meer voor de vakantie. Je moet dan gewoon helemaal niks moeten doen. Gewoon echt in de relax vakantiemodus zitten. Maar ja, goed, je hele sociale leven en alles is eigenlijk een beetje van slag met dit weer. Iedereen blijft binnen en... Maar ja, goed. We moeten niet klagen. We moeten het er gewoon mee doen, hè. Nou, ik vond... bij deze creatie een zwart taartrandje wel leuk. Deze moeten nog in de webwinkel komen. Het komt binnenkort. Dan had ik een hele leuke label. Die heb ik dus uit het designpapier geknipt. Deze zit in de paperpad. Heb ik ook met peperdistressen langsheen gedaan. Net als afgelopen week met de kroppendal een gaatje gemaakt en een eyeletje erin gedaan. En daarna een stukje lint er aangedaan. Maar ik vond die label, als ik hem achter de kaart steek, nog net iets te kaal. En ik wilde heel graag deze stans gebruiken. Dat is ook een stansmal van Noordesign. Die vond ik zo mooi gedetailleerd. Dat ik die hierachter wil gaan plakken. Maar nu zien jullie wel dat die te lang is. Dus die moet ik nog een klein beetje inkorten. Dus daar doen we gewoon de schaar in. En als je dat voorzichtig afknipt, dan kun je die malletjes altijd wat gewoon netjes op maat maken voor je eigen creatie. Kijk, zie je, zo is het gewoon... Dit is mooier dan dat hij zo ver uitsteekt.
Nou, ik zie allemaal verschillende soorten graden, maar het is in ieder geval niet meer de 40 wat we nu aanraken. Dat is gewoon echt eventjes net iets te. Nou, die komt zo ongeveer daar, maar ik ga eerst even weer een beetje de opbouw doen. Want ik had ook nog deze hele mooie klok uitgeknipt. Die kwam ook hierachter. En ik had nog een klok. Die wilde ik aan deze kant erbij gaan doen. Ik ga het nu eerst weer neerleggen. En dan zal ik straks even zeggen hoe ik dit soort dingen nou opplak. Nou, ik had ook nog de vierkante mal. Dit heb ik trouwens gewoon uit het designpapier uitgestanst. Want er zat een hele mooie, ja, donkere kleur in. En die vond ik perfect passen bij het kaartje. Dus dat doe ik wel vaker gewoon uit designpapier uitstansen als het dus niet te druk is. Ja, de nachten zijn inderdaad. Nu mag ik niet klagen, want ik heb dus inderdaad airco. Dus ik kan wat dat betreft gewoon normaal slapen. Maar het is inderdaad, voor heb je geen airco, dan is het gewoon echt afzien die nachten. En je hebt eigenlijk de rust hard nodig om overdag dan weer die hitte te kunnen trotseren. Maar het is even niet anders, hè. Dat heb je met de zomers in Nederland. Ik had ook nog, omdat ik nog iets meer kleuren weer in wilde hebben. Ik vond het zo te somber gaan worden. Of te somber. Ik vond het gewoon, ja. Ik miste er wat aan. Dus ik wilde er een beetje kraft nog bij hebben. Nu had ik deze uitgestanst. En nu kwam ik erachter dat die dus in ieder geval bij ons niet meer op voorraad is. En ik ben bang dat die ook gewoon uit de collectie is. Maar deze is van Noordesign. En die had ik al uitgestanst. Dus deze keer gebruik ik ze nog. Maar ik denk dat ik het malletje maar eventjes bij iemand in de bestelling ga stoppen. Die eventueel, na het zien van de uitzending, zo'n paperpad gaat bestellen. Dus één persoon die krijgt er gewoon een verrassing bij. Die krijgt dit malletje er gratis bij. Want ik kan hem toch niet meer gebruiken. En dan maak ik er liever iemand blij mee. Dan dat ik hem per ongeluk weer ga gebruiken. Kijk, ik doe het weer, hè. Gewoon echt mijn lijm, dat is zo'n ramp. Ik vergeet dat elke keer weer. Ik had nog een stukje ribbelkarton. Omdat ik hier kraft heb, wil ik dat ook aan de andere kant om, ja, toch weer een beetje de balans te houden in mijn creatie. Dus die wil ik daar achter gaan schuiven. Dan had ik nog een stukje kant. Dat ga ik daar doen. Nou, ik denk dat ik dit gewoon even op ga plakken. Niet zeuren, gewoon plakken. Dan, anders blijf je toch aan het heen en weer schuiven. Op een gegeven moment moet het gewoon goed zijn, hè? Nou, wat ik dan doe is gewoon weer een klein beetje alles lospakken. En ik schuif het er gewoon achter. Kom ietsjes lager. Zodat ik nog een beetje weet hoe die opbouw is gedaan. Nou, dan moet ik die klok hier eerst opplakken, want die zit onderaan. Deze keer gaat de klok gewoon rechtstreeks op het designpapier. Maar even zorgen dat we wel een gedeelte ervan blijven zien. Dat is die. Dan ga ik nu deze vastplakken. En ja, ik doe het op deze manier. Iedereen heeft een eigen manier van werken. Er zijn ook mensen die het prettiger vinden om even een foto te maken van je creatie. Dat kun je uiteraard ook doen. Met het maken van de kaarten moet je gewoon doen wat jij het makkelijkste vindt, waar jij je prettig bij voelt. Je moet er plezier aan hebben, dat is het allerbelangrijkste.
Even kijken, dan moet ik even zien of ik nog een rolletje foamtape heb. Dat heb ik. Mijn andere was leeg. Ik zal eens even weer een bestelling doen in de hobbywinkel voor wat foamtape. Want ik heb niet veel meer. Ondertussen ga ik even mijn lijmpistool aanzetten. En bij mij gaan de rolletjes foamtape ook behoorlijk hard. Ik vind het gewoon heel erg prettig om dit met foamtape op te plakken. Dan kun je er later nog weer iets aan schuiven. Je kunt er nog weer dingetjes onder gaan steken. Voordat ik deze echt aandruk, kijk ik eerst even of mijn label zo nog goed zichtbaar is. Nou, dat kan, dus die gaat vast. Deze klok vind ik ook wel leuk dat hij ook ietsjes hoger erop ligt. Dus die ga ik ook met foamtape opplakken. En jullie zien wel, ik plak dat niet aan alle kanten vast. Ik doe gewoon kleine stukjes erop. En de rest blijft gewoon lekker los zweven. Nee, dit is een zwart taartrandje. Die hebben wij vanaf volgende week ook te kopen in de webwinkel. Er moeten nog even foto's van gemaakt worden. En dan kan dat artikel in de webwinkel geplaatst worden. Nou, deze zit in principe al gelijk vast. Omdat ik die op het foamtape heb geplakt. Dus dat is mooi. Dan zit hij gelijk op de goede plek. En ook daar een klein beetje foamtape achter. Of wat ik ook nog wel eens doe is bij deze stukjes toch met mijn lijmpistool gelijk erbij. Maar aangezien die nu nog niet warm is, doen we het op deze manier. Dus ik ben gewoon een beetje, voor mijn gevoel zitten jullie gewoon allemaal naast mij in mijn lekkere, koele hobbyhokje. Want het is hier wel heerlijk vertoeven nu. En ik vind het gewoon super gezellig zo. Gewoon lekker even samen een beetje keutelen met die kaartjes. Een beetje lekker, ja, prutsen. Zo. Dan gaat straks natuurlijk het leukste beginnen, de decoratie. Daar kan ik me altijd helemaal op loslaten. Nou, deze ga ik hier overheen doen. Wat ga ik nou doen? Deze wil ik een beetje losjes eroverheen, denk ik. Nou, die zal ik dan wel even met mijn lijmpistool moeten doen. Nee, ik heb inderdaad niet het idee dat ik alleen zit nu. Nou, allemaal in mijn hobbyhok, dat gaat niet lukken. Ik zie dat we 106 mensen hebben, maar ik vind het heel gezellig. Jullie zijn allemaal welkom, maar met z'n allen, dat gaat niet passen. Daarvoor heb ik toch wel een iets te klein hobbyhokje. Ik zou willen dat ik mocht willen dat ik zo'n grote kamer had. Maar ja, hoe groter, hoe meer rommel je ook maakt, hè? En ik heb nu al, ik noem het al vaak een pakhuis, want ik heb ook gewoon zoveel. Maar ja, dat komt ook omdat ik natuurlijk ook voor diverse groothandels werk. En dan moet je daar weer voorbeelden voor maken. En dan krijg je weer een doos thuis gestuurd. En het is wel echt mega dankbaar werk. En ik doe het ook met heel veel plezier. Maar dat betekent wel dat je hele huis gewoon lekker vol komt te liggen. Maar ja, het is geen rommel. Het zijn allemaal creatieve ideetjes, hè? Nou, aangezien mijn lijmpistool nu nog niet zo heel warm is, doe ik het gewoon even met mijn handen aanduwen. Vind je dat eng, dan kan je ook zeggen van, nou weet je, ik pak even een klein stokje of zo en ik ga daarmee aanduwen. Je kan het ook met gewone lijm doen, met de Dutch Doobaroo lijm. Maar dit zit gewoon net ietsje sneller vast. Ik ben wel van lijmpistool. Nou, we zijn al wel weer een heel eind. Ik had ook weer
hele toffe bloemen. Ik had ze al een tijdje thuis liggen. Of een tijdje. Nou, ze zijn er nog niet zo heel erg lang. Maar dit zijn weer toffe bloemen van 94 at Market. Dat is wel een van mijn favoriete merken qua bloemen. En dit is bijvoorbeeld de inhoud van zo'n pakketje. Ik zal even laten zien, want ik kon bij de vorige uitzending kon ik mijn bloemetjes niet vinden. Dit zijn de wildflowers. En in zo'n setje zitten dus van die kant-en-klare bloemen. Die kan je dus zelf helemaal nog in model gaan vouwen. Ik laat ze nooit zo plat. Dat past gewoon niet bij mij. Ik duw ze aan. Ik doe er een beetje gesso overheen. Je kan die blaadjes nog weer naar beneden doen. Dus dat is gewoon lekker mee aan het stoeien. Er zitten van die blauwe blaadjes, bloempjes nog bij. Deze zitten bij. En deze grote. En dit gedeelte zit erbij. Dus dat zijn die 94 en Market bloemen. En die hebben we dus in allerlei leuke kleurtjes. Dus mocht je ze leuk vinden, ze staan allemaal in de webshop. Nee, jullie hebben ook allemaal niks, hè? Nou, ik ga eventjes ondertussen weer een slokje thee drinken. We doen lekker op het gemakje vanmiddag. Het is zaterdagmiddag, het is weekend. Even kijken, ik ga hem wel zo plakken dat ik die klok nog wel een beetje ga zien. Ik kan hem ook zo doen. Nou, dat steeltje, dat knippen we er straks af. Dan wou ik deze naar beneden laten wijzen. Nou, ik heb weer van dat geweldige sisaltouw. Het is echt, prutspul eigenlijk. Maar ik vind het gewoon zo leuk om dat ter decoratie op te plakken. Niet te veel gebruiken. Gewoon een stukje erachter. Even kijken. Nou, mis ik daar nog wel wat? En wat kunnen we daar nog bij doen? Ik had nog een vlindertje, die kan... Oh, wacht, als dat vlindertje zo doe, dan is dat natuurlijk wel weer heel erg leuk. En ik zag nog deze leuke. Ik denk dat het wel leuk is om deze erbij te doen. Die ga ik eventjes nog uitstansen. Die had ik nog niet uitgestanst. Nou, daarvoor pak ik weer mijn hele fijne stansmachine van Vazen. Daar kan ik echt niet meer zonder. Die is echt heel fijn. Oh, ik zie dat ik het verkeerde plaatje heb. Tulle strikje in het midden van het bloemetje. Ja, dat zou ook nog kunnen. Moet ik even kijken of ik bij de tulle kan. Dat is inderdaad wel een leuk idee. Moeten jullie eventjes geduld hebben. Nou, deze draai ik eventjes heen en weer, want het is wel een gedetailleerd malletje. En dan weet ik zeker dat hij goed uitstans. Nou, die kleine dingetjes kun je met een borsteltje uithalen. Ik zal het nu eventjes prikken, want ik heb het borsteltje natuurlijk niet binnen handbereik liggen. Jullie moeten maar gewoon even geduld hebben. Het is zaterdagmiddag. We zitten in de relax-modus. Tenminste, ik wel. Ik heb geen haast. Zo. Nou, dit is altijd eventjes een heel dingetje. Dit vind ik dus het minst leuke werk.
zeggen dat je er rustig van kunt worden, hè? Nou, dat is gedaan. Dat geeft weer lekker rommel allemaal. Ik denk dat het wel leuk is om die erbij te doen. Een beetje gesso. Oh, ik weet al. Ik had geen tulle strikje. Ik had een zwart strikje had ik er al. Of zwart touw had ik erbij gepakt. Dus dan hoef ik ook niet te gaan zoeken naar mijn strikje. Of naar mijn tulle. Eerst mijn laatste slokje thee. Nou, jullie zien wel, het is gewoon echt een knutselmiddag. Gewoon lekker hatsenflatsen met gewone kaarten. Ik had namelijk nog een stukje touw gepakt. En daarvoor heb ik deze keer het zwarte touw van Vaassen. En dat is het hemdkoord 0,8 mm. Ik vind de 0,8 mm eigenlijk de fijnste om mee te werken. Dat is gewoon, ja, voor kaarten net, net een mooi maatje. Nou, gewoon een stukje touw pakken. En dat maak je in een rondje. Ik leg er even een knoopje in, dat vind ik makkelijker. Dan gaat het geen kant op en dan trek je die weer open. Dus dat wordt gewoon een, ja, beetje een rommelig geheel. En die drukken we ook weer achter ons toefje. Kijk, zie je, dat maakt het dan weer net af. En dan kan ik dat filmstripje ook eventueel nog aan deze kant erbij doen. Want die hoeven niet helemaal te zien. Nou, filmstripje gaan we hier doen. Ik ga het zo opplakken. Niet verder zeuren. Gewoon plakken met die handel. Hier een drupje lijm onder. Dat zit dan zo meteen wel vast. Nou, dit fijne lijmpistool van Sizzix, daar zitten we al maanden op te wachten. Ik hoop dat hij nog weer binnen gaat komen, maar geen idee. Maar binnenkort komt er, als het goed is, van Crafters Companion ook een hele fijne lijmpistool uit. En die kan ook gelijk blijven staan. Daar zitten we nog even op te wachten totdat de Nederlandse stekker erbij zit, zeg maar. Dit Crafters Companion is natuurlijk vanuit Engeland. En die Engelse stekkers, daar hebben wij niks aan. Dus we moeten heel eventjes geduld nog hebben. Maar als het goed is, komt er dan weer een fijne nieuwe lijmpistool aan. Dat stokje is me ook ietsjes te groot. Ze duw ik daar tegenaan. Ga ik even kijken, want ik kan het vlindertje daar doen. Maar het is ook wel leuk om het vlindertje op de bloem te gaan doen. Even bedenken. Nee, ik ga hier nog een klein bloemetje bij zoeken. Deze gaat hier. Zo ben ik gewoon altijd even een klein beetje aan het testen van, nou, waar ga ik wat doen. Dan zitten die touwtjes ook gelijk weer vast. Dat filmstripje kan ik ook in tweeën knippen. Hier een klein stukje achter. Of hier achter de bloementoef. Die gaat daar achter. Dan hebben we hem gelijk op twee plekken.
En dan denk ik dat ik hem hier probeer achter te duwen. Kijk, zie je, dat is ook wel leuk. Nou, gewoon voorzichtig vastplakken. Ik zit nog even te kijken. Ik kan jullie reacties niet allemaal even goed nu beantwoorden. Maar dat komt dan eventueel later nog. Ik zit nu natuurlijk elke keer wel met mijn snuffert een beetje op mijn kaart te kijken. En dan is het een beetje lastig om al jullie reacties mee te lezen. Ik heb hier nog een klein strikje. Die wil ik hierop gaan doen. Even kijken, wat heb ik nog meer? Want ik mis nog wel iets aan mijn creatie. Hij is nog niet helemaal klaar. Ik wou er nog een klein bloemetje bij doen. En ik denk dat ik er gewoon hier even een van afknip. En mijn schaar. Ik zie dat er iemand jarig is, blijkbaar. Nou, van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst dan. Ik hoop dat je lekker verwend bent. Misschien wel leuke cadeaus hebt gekregen. Misschien nog wel wat gezellige visite vandaag. Die vlindertjes wat ik heb gebruikt, die zijn van Lemoncraft. Dat zijn ook wel weer hele leuke. Ik heb nog de teksten. De teksten die heb ik ook uit het designpapier geknipt. Dan moet ik even weer zien dat ik ze wel in de goede volgorde op ga plakken. Oh, ik zie dat Patricia jarig is. Je brandt altijd de vingers aan het lijmpistool, aan het lijm van de lijmpistool. Ja, daar moet je inderdaad wel even mee oppassen. Hoe langer die aanstaat, dan wordt het natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Dan doe ik altijd voorzichtig de dingen. Of even met een stokje of de punt van mijn schaar of zo even aanduwen. Zodat ik niet met mijn vingers in die lijm kom. Want inderdaad, daar kun je lelijk aan branden. Maar dat is even een foefje wat je jezelf dan eigenlijk aan kunt leren. Gewoon standaard even iets van een... deze heb ik ook vaak in de buurt liggen, die pick tool. En dan duw ik het daar gewoon mee aan. Dan kan je de lijmrest ook wel vrij makkelijk nog weer vanaf halen. Even kijken. De tekst. Die was The Secret of Change is to Focus. To focus all of your energy, but not on fighting the old, but on building the new. Nou, dat ging de tekst worden. Maar die moeten we er nou nog opplakken op een leuke manier. En dan gaan we eens even kijken hoe we dat gaan doen. Het is wel leuk om het gewoon over het kantje te doen. Deze wilde ik hier bovenaan graag doen. Die kan hier overheen. Dat is weer even een beetje puzzelen hoe we dat gaan doen. Deze vind ik hier wel mooi, dus die plak ik alvast vast. Ik ken het witte materiaal dat je met sponsje opbrengt niet. Dat is gesso. Gesso is eigenlijk gewoon een soort primer. Maar ik vind dat superleuk bij de vintage kaarten. Dus dat breng je gewoon met een sponsje aan en kan je gewoon aan de lucht laten drogen.
Even kijken. Deze gaan we hier doen. Nou, dat gaat wel weer helemaal leuk worden. Ik denk dat we het vlindertje hier gaan doen. Of mag die hierbij? Even kijken. Die vlinder is die kant op gevlogen. Dan moet deze de andere kant op. Ik vind hem hier leuk. Zo. Even kijken, de crackle paint. Ja, dat is inderdaad vergelijkbaar. Dat geeft hetzelfde effect. De crackle paint, dan heb je gewoon het randje ook nog een beetje gekrakeleerd. En dat heb je met de gesso dus niet. Nou, dit is van dat sisaltouw. Die zit nog een beetje losjes erbij. Dus die duw ik gewoon even achter een blaadje. Zo. Nou moeten we... Oh, dit blaadje kan ik wel ietsjes bijbuigen. Dan kan die tekst hier komen. Nou, ik hoop dat jullie ook dit soort prutsuitzendingen van mij ook gezellig vinden. Ik ga het gewoon allemaal recht op plakken. Ik vind dat mooier bij deze dan dat schuine. Aliteveld iets dat irritant is. Ik weet niet wat er irritant is, waar het over gaat. Dat heb ik net weer eventjes gemist. Nou, hij is bijna klaar. Ik zit even te denken. Ik mis hier gewoon nog iets. En wat kan ik daar nog doen? Even aan het brainstormen. Oh, ik had nog iets. Waar zijn ze gebleven? Hier heb ik er één. Ik had namelijk hele leuke kraaltjes. Oh ja. Het zijn gewoon parels, gewoon parelkralen. En die wilde ik er nog even los ter decoratie bij gaan doen. Die plak ik ook met mijn lijmpistool op. En die doe ik her en der een beetje. En dan doe ik er eentje aan de onderkant. En daar doe ik straks nog weer een klein beetje gesso overheen uiteraard. Want anders past het er weer niet bij. Wat ik nog wel heb. Oh, de reacties verdwijnen. Ja, dat is inderdaad niet fijn. Ja, ik dacht in eerste instantie ook een bloemetje, Maria. Maar dan wordt het misschien wel weer heel erg bloemig. Ik heb ook nog van die gaatjes. Of die... Ja, fotocorners. In principe moet daar een split, of kun je een splitpennetje doorheen doen. Maar wat ik doe is gewoon ook zo'n kraaltje erop, denk ik. Want dan kan ik hem nu namelijk met mijn lijmpistool vastplakken. Ik vind het een beetje jammer om door mijn kaart heen te gaan prikken met zo'n splitpennetje. Nou, die alvast een klein beetje wit gemaakt. Nou, ik gebruik hier gewoon echt de goedkoopste sponsjes voor. Want die worden altijd natuurlijk knetterhard. En je kan deze wel weer uitwassen. De gesso kan je die heel makkelijk uitwassen. Maar ik gooi ze eigenlijk altijd weg.
Ik heb het filmstripje er nog niet in. Nee, dat klopt, want dat heb ik later nog bedacht om die erbij te gaan doen. Wat ik er wel in had gezet is deze stempel. Maar uiteindelijk ga ik die toch maar niet gebruiken, want ik heb dat filmstripje nu gedaan. En ik weet eerlijk gezegd... Ja, wacht even. Ik ga het toch even proberen. Misschien is het juist wel leuk. Misschien is dat wel net de finishing touch, hè? We gaan eens even kijken. Daarvoor moet ik even een stempelhulp hebben. Die ga ik uit designpapier doen. Dat vind ik denk ik wel leuk. Het moet gewoon even een rommelige ticket worden. Die beinkt ik gewoon met zwarte inkt. Het filmstripje zet ik er straks nog wel bij in hoor. Dat komt nog. Nou, dat is wel helemaal een leuke ticket geworden. Ik zal de stempel straks wel even schoonmaken. Nu nog even kijken of die ook toepasbaar is in mijn creatie. Ik knip hem gewoon uit en we zien het straks wel. Nou, meestal knip ik met mijn schaartje van de Cutterbee, zeg maar. Maar die heb ik beneden liggen, want ik was weer wat andere plaatjes aan het knippen. Maar ik heb boven heb ik 1001 van deze Hobbyjournaal schaartjes knippen liggen. Dat is eigenlijk mijn tweede favoriet. Mijn echte favoriet is die Cutterbee. En als tweede volgen deze van het Hobbyjournaal. En daar heb ik er echt al heel wat van versleten. Nee, ze zijn niet versleten, maar ik heb gewoon heel graag meerdere schaartjes binnen handbereik. En deze zijn ook maar iets van 2,25, dus dat kost de kop ook nog niet. En dat scheelt mij vaak wel heel veel zoekwerk. Nou, deze kun je ook nog weer ietsjes ophogen. Ik ga ze even losknippen en dan steek ik ze hier nog even achter. Ik vind overheen vind ik net te druk worden. Dat past weer niet. Kijk, en zo heb je drie kleine labeltjes of tickets. Mijn sponsje. Nou, je kan inderdaad nog even aansluiten. Ik ben al wel een heel eindje op weg met mijn creatie. Maar ik ben nog even een beetje aan het brainstormen over de laatste finishing touch. Ik heb nog even wat tickets uitgeknipt of gestempeld. Ik denk dat we dit zo gaan doen. Ik vind dat leuker dan die donkere... dan deze donkere dingen. Even kijken hoor. Dan kunnen we deze daar nog... Nee, dat wordt te veel. Ik vind deze van Ticket vind ik leuk. Dus die komt erbij. Ik denk dat we die zo op gaan plakken. En dan doen we er niet meer aan. Want anders dan wordt die straks te vol. En dat is zonde. Want dan zie je ook die mooie malletjes niet meer. Die zie je überhaupt niet zo heel veel. Maar... dat vind ik dus ook altijd niet nodig. Je hoeft de mallen niet extreem goed te zien. Maar overal gewoon die kleine details, zeg maar, dat doet hem gewoon.
Wat voor envelop gebruik je nu bij zo'n schitterende kaart? Nou, heel vaak geef ik dit soort kaarten weg. En voor de mensen die vaak in de winkel komen, die weten dat dit soort kaarten gewoon ja, eigenlijk in de winkel te zien zijn. Ik zet ze daar heel vaak neer als voorbeeld. En als ik ze dus wel verstuur, want ja, na verloop van tijd dan zijn gewoon die de dingetjes oud en dan moeten ze uit de winkel. Maar als we ze dan gaan versturen, dan doe ik dit soort kaarten vaak in een A5. Dat past denk ik met deze niet, een A4 envelopje. Ik ga nog één klein detail toevoegen. En dan ga ik jullie echt met rust laten. Ik ga eventjes mijn bak erbij pakken. Als ik ze tenminste kan vinden. Nou, ik kan wel iets vinden. Ik wil namelijk nog even met een zwarte pen hier wat lijntjes omheen tekenen. Dus een soort van doodles, zeg maar. Zo. En dat doe ik gewoon heel rommelig. Niet te netjes. Nou. Ik vind hem helemaal leuk. Ik ben er weer helemaal blij mee. Ik zal hem voor jullie nog eventjes goed in beeld laten zien. Ik heb dus, wat ik in het begin al zei, er een dubbele kaart van gemaakt. Ik moet nog even al die lijndingetjes weg gaan halen. Nou, dat prut, ik vind het leuk dat dat sisal, dat dat gewoon een beetje levendig is, zeg maar. Dus je ziet ook gewoon dat dat sisal overal overheen zit. Mijn kaarten zijn dus echt altijd, ja, bold, dat is gewoon mijn stijl. Ik kan geen platte kaarten maken. Of kan ik niet. Ik kan het best wel. Maar dan doe ik iets waar ik niet volledig mijn hart in kan leggen, zeg maar. En ik vind dit gewoon, ik ga vanaf nu gewoon doen waar ik zin in heb. Wat ja, binnen mijn stijl past. En dan worden de creaties gewoon het ja, mooiste. En heb ik er het meeste plezier in. En dat is uiteraard heel belangrijk. Nou, dit is hem dus geworden. Hier nog een stukje van de filmstripje. Een vlindertje. Een stukje ribbelkarton. Nou, hier dus die hele mooie mallen van Noordesign. Die hele fijn gedetailleerde. Ook de randmal heb ik hier achter gedaan. Nou, hier deze mal. Wat ik al eerder zei. Ik heb deze gebruikt, maar die is bij ons niet meer te koop. Ik hou de orders eventjes in de gaten. Maandag zullen de orders weer verzonden worden. En bij een van de orders zal dus deze gewoon even als cadeautje erbij zitten. Hij is dus gebruikt. Ik zie dat er wat gesso op is gekomen. Dat ga ik eventjes schoonmaken. Blijkbaar heeft er ergens gesso gezeten, want mijn hele handen zitten onder. Die krijgt dus één iemand gewoon meegestuurd, gewoon als cadeautje. Nou, voor nu ben ik dus eigenlijk klaar met de kaart en kan ik deze live weer af gaan sluiten. Ik zal binnenkort weer live gaan, want vandaag kwamen van Marianne Design hele leuke spullen bij ons binnen. En ik zal het even kort laten zien. Want dat ga ik ook weer voorbereiden. En zodra ik de voorbereiding klaar heb, ga ik weer bekendmaken wanneer ik dat ga doen. Waarschijnlijk wordt het maandagmiddag of maandagavond. Marianne Design heeft namelijk hele leuke shaker ja, hoesjes uitgebracht. En daarmee wil ik een kaartje gaan maken. Daar zit ook hele leuke sneeuw bij. Ook voor de shaker cards. Nou, daar zit wat, oh, een speakbriefje van mijzelf. Daar zit wat foam tape bij, het zwarte. Er zit een hele leuke een dier family bij. Hele leuke mini hulsblaadjes.
En van die cirkels en vierkanten die dus exact passen bij deze shaker window. Met wat knipvelletjes erbij dus. Dat wordt de volgende live uitzending. Welk achtergrondpapier ik erbij ga gebruiken weet ik nog niet. Ik moet eventjes in mijn voorraad gaan spieken. En waarschijnlijk wordt dat maandag. En dan wordt het gewoon weer een soortgelijke uitzending als dit. Nou, voor nu wil ik jullie allemaal nog een hele fijne zaterdagavond alvast wensen. Een hele fijne zondag. Geniet van jullie weekend. Morgen ga ik ook even een dagje lekker relaxen. En dan zie ik jullie bij de volgende live weer. Tot de volgende keer. Doei doeg!